Ja, eiwitten voor de humane voeding. Ik ben ooit begonnen toen Wageningen UR in Nederland een advertentie in de race om de studenten zette van kaas uit zeewier, vraagteken. Ben ik dus begonnen in de sfeer van vlees- en zuivelvervanging. Maar eigenlijk vind ik dat jammer, want wij willen een duurzame zeeboerderij maken. En vanwege die maatschappelijke acceptatie is het dus ook heel belangrijk om die maatschappij, en eigenlijk is dat net al verteld, er meteen van meet af aan bij te betrekken. Dus wij dagen eigenlijk nu de culinaire keten uit. Wat kun je allemaal met onze zeewier? Wat kun je ervan maken en hoe spannend zijn die producten? En uiteindelijk is natuurlijk dan het doel dat die producten zo spannend en zo lekker en zo mooi en zo goed gepresenteerd kunnen worden, dat mensen zeggen, ja, die biefstuk heb ik helemaal niet meer nodig, want die eiwitten die zitten al in mijn zeewier. En dan kom je dus tot een halvering van die ecologische voetafdruk. En echt, we zetten dus in feite, terwijl we nog aan het leren zijn om het te tegen, zetten we meteen in op de op te ontwikkelen producten. En een van de aardige dingen daarvan is ook maar meteen de paradigma shift. En eigenlijk is dat nog niet gezegd, en eigenlijk toch ook een beetje wel, van een goede boer, ook op het land, deelt geen suikerbieten. Nee, hij deelt suiker, of hij deelt ethanol, of hij deelt energie. En dat geeft dus verschillende kwaliteiten aan die biomassa. Een boer moet dus als het ware van tevoren al bedacht hebben, waar gaan mijn suikerbieten of mijn aardappelen heen? Een boer die zetmeelaardappelen voor de zetmeelindustrie heeft, heeft een hele andere teelt dan die voor bijvoorbeeld de primeur aardappelen uit Zeeland. Ja. En als je dan wil leren om dat te telen, zul je ook een zeeboerderij nodig hebben. Nou is dat in kleine landen als Nederland en België geen sinecure om een nieuwe ontwikkeling of van een plekje te voorzien. En het is ons gelukt in de Oosterschelde, hier niet zo gek ver vandaan, in de Schelbroek. De plek waar het eiland Schouwen-Duiveland in 1953 als een van de twee plekken in binnen 2 uur onder water is gelopen. De doorbraakkolk van destijds. Daar ligt dus nu wat officieel heet de testlocatie zeewierteelt, met steun van de provincie Zeeland. En omdat de provincie daar natuurlijk toch een zeker cachet aan wilde geven, hebben we hem ook een naam gegeven. En dat heet dus niet de boerderij, maar zeer uitdagend de wierderij. Nou weet u dat. Ja. Nou, u ziet het ding liggen. Moet u zich voorstellen, 26 april van dit jaar ging het te water. 28 april kwamen daar de eerste zeewieren aan. En 10 mei hadden wij de eerste oogst aan zeesla. 5 centimeter stukjes aan een kabel waren toen flappen van een halve meter. En dat betekent dus inderdaad dat dit spul heel erg hard groeit. En dat zet ons ook meteen voor een raadsel. Want de zee zou nutriënt gelimiteerd zijn. Anders gezegd, voedingsstof in het water, je meet ze nauwelijks. Bij die zeewieren, alles wat erin komt, neemt het op. Maar het komt er ook onmiddellijk weer in. Uit de bodem of uit de lucht. Dat leren we nu. En daar zijn we nu druk aan het rekenen. Want dat is natuurlijk als je duizenden vierkante kilometer zeewier wil gaan telen, wel heel erg belangrijk of dat inderdaad gebeurt. Nou, hier ziet u hem dan in vol ornaat. 60 bij 10 meter. En dat is het begin van 360.000 vierkante kilometer zeewierteelt. Of zo. Ja. Een klein werkvlot met modules. Want ook dat moet u zich realiseren. Het ene zeewier is het andere zeewier niet. Aan het begin van deze presentatie heeft u bruinwieren en groenwieren en roodwieren gezien. Bruin, rood en groenwieren zijn onderling in hun basale functioneren meer verschillend dan een dennenboom van een slaakroop. En daarvan weet u alle, denk ik, hoop ik, de verschillen. Ja. Hier heeft u de Schelbroek. Waarom daar? Er is een natuurlijke stroming. We hebben daar getij, want de stormvloedkering is niet altijd dicht, dus gewoon een eb- en vloedbeweging. We hebben daar voldoende diepte, en dat is ook belangrijk. Zodra in Nederland in het water, wij zeggen dan het vaarwater, voldoende diepte is, is er ook een vaargeul. Ja, je moet geen zeeboerderij in een vaargeul leggen. Dat is net zoiets als een boerderij leggen op de autosnelweg. Dat gaat niet.
Dus we hebben daar een plekje gevonden en voor ons is dan ook nog eens belangrijk dat het niet zo ver uit de kust is, zodat je er ook nog eens makkelijk kunt komen. Want je zult maar een plantenonderzoeker zijn uit Wageningen en dan plotseling alles moeten weten van met boten varen, et cetera, et cetera. Wat bestuderen wij op deze zeeboerderij? Met name de basale tilttechniek. Zoals iemand die net de eerste tuin heeft, zijn eerste plantjes koopt, gaat nadenken van waar zet ik nou welk plantje, dat gaat een paar keer fout en dan ontdek je dat het ene plantje iets anders nodig heeft dan het andere plantje. Zo kijken wij hier naar licht en voeding. Dat is heel belangrijk, want ik heb u net verteld dat roodwieren bijvoorbeeld tot 10, 20 meter beneden het zeeoppervlak kunnen groeien. Groenwieren doen dat niet. En dat heeft dus iets met de uitdoving van het licht te maken en welk deel van het spectrum door welke zeewieren kunnen worden benut. En een van de dingen die wij nou bestuderen is, maar als wij deze planten nou eens dakpansgewijs boven elkaar kunnen hangen, kunnen wij dan boven de magische grens van een maximale hoeveelheid fotonen, dat zijn de dingen, de energiedragers uit het licht, die maken dat planten anorganische stof in organische stof kunnen omzetten, kunnen we dat vergroten. Want als dat laatste ook nog kan, dan is een hectare zeebouw dus productiever dan een hectare landbouw. Nou, dat zou helemaal goed nieuws zijn. We willen alles weten over vruchtwisseling. Met oog op de productie, maar natuurlijk ook met oog op belagers. Want denkt u nou niet, dat als ik mijn zeewieren daar neerhang, dat iedereen in de zee ook onmiddellijk begrijpt dat dat voor mij is en niet voor iemand anders. Met andere woorden, zeeslakken moet ik beleefd nog heel vriendelijk kunnen uitleggen dat ze daar niet eigenlijk welkom zijn. En dat willen we natuurlijk op een milieuvriendelijke manier doen. U hebt net gehoord van antibiotica, van gewasbeschermingsmiddelen en een heleboel andere dingen.